Hierbij zie je de uitwerking van opgave 2, een zware tafel die je aan één kant op gaat tillen. Wel eventjes, kijk dit soort filmpjes niet te vaak. Je moet eigenlijk zelf leren om de situatie te tekenen, de krachten erin, het draaipunt erin enzovoort. Maar goed, het helpt natuurlijk wel. Dus teken achteraf wel, zoals ik het nu hier laat zien. Is een tafel. Met daar het zwaartepunt. Het geeft trouwens niet als je het zwaartepunt ook wat hoger ligt. Het maakt als het maar op deze lijn ligt in het midden. Dan is het al goed. De zwaartekracht. De tafel is 40 kilo, dus de zwaartekracht is 400 newton. Ik ga de tafel aan die kant optillen. Ik noem dat maar even de tilkracht. Misschien kun je in één klap zien wat die tilkracht is. Want als ik de tafel met z'n tweeën optil, samen, dan til je elk de helft. Nu tilt de linkerpoot de helft. Maar je hoeft dus maar 200 newton te tillen. Want deze poot zal de rest tillen. Als daar niemand anders tilt tenminste. Goed, maar stel dat je dit niet in één klap ziet. Dan lossen we dat gewoon op zoals dat nu eigenlijk moet. Met de momentenwet. Dan is het van belang als ik rechts de tafel optil. Dan zit natuurlijk aan de linkerkant zit het draaipunt. Dus ik heb een teken dat draaipunt heel vet in je tekening. De tafel is 2,2 meter breed, dus het zwaartepunt ligt in het midden, elk 1,1 meter. Ik ga aan het rekenen. Ik krijg enerzijds de zwaartekracht, die is 400 newton en die ligt 1,1 meter vanaf het draaipunt. En aan de andere kant krijg ik de tilkracht en daar gaat hij om, hoe ver ligt hij van het draaipunt. Nou, dan is het handig om deze lijn te tekenen. Dat is de werklijn van de kracht. Of die kracht nou zo hoog zit of wat lager, maakt helemaal niks uit. Hij ligt 2,2 meter van de draaipunt. En als ik dit oplos, nou, dan komt er echt wel 200 newton uit, zoals je wellicht had verwacht. Want natuurlijk, die arm van 2,2 is twee keer zo lang als 1,1. Dus de kracht is twee keer zo klein. Tot ziens!